Op donderdagavond 19 november, het heerlijke voorlezenavondje, ga ik mijn zoon Jan voorlezen. Die is 10. Ik heb 2 van 14, 1 van 12 en 1 van 10. Allemaal jongens en het zijn echt allemaal lezers behalve Jan. En misschien dat wel veel vaders dat zullen herkennen, is dat dan, ja, dat zit er gewoon niet echt in. Het is de allergrootste praatjesmaker van ze allemaal. Maar dat lezen, dat gaat niet zo goed. Dus met hem ben ik nog steeds aan het voorlezen. Alle vaders en grootvaders, kom op jongens, pak het boek erbij. Het zijn ook hele mooie boeken, hè, die we vroeger ook hebben gelezen, zoals van Roald Dahl. En ga samen lezen.